Welkom allemaal bij de nieuwe TA video. Ik ben Joel van Alles Over Crypto. En vandaag gaan we het hebben over Ethereum Radix en Energy Webchain. Zoals iedereen uh, waarschijnlijk weet, heeft de Ethereum Merge van Proof of Work naar Proof of Stake plaatsgevonden afgelopen week. Oftewel, dat was trouwens gisterochtend. En sindsdien is de koers ook weer aan het dalen. En afgelopen. Uh, Dinsdag volgens mij hadden we ook de CP CPY-uitslag. Dat is ook hoger uitgevallen en dus negatief. En toen stond de koers, koers nog boven de 1700 dollar tegen deze trendlijn aan, die we daardoor nu kunnen tekenen. En als die CPY-uitslag niet zo negatief was, dan zat, zag dit er waarschijnlijk helemaal anders uit. Maar helaas dat is dat dus niet het geval. Nu zit Ethereum rond de 1430 support. Hij lijkt hier alweer een beetje vanaf te bouncen. Bitcoin zit trouwens ook dichtbij een, een belangrijk level rond de range low van ongeveer 19.000 dollar. Dus de kans is aannemelijk dat de koersen hier gaan bouncen. Als dat gebeurt, dan hebben we twee mogelijke targets voor nu. En dat is onder andere de verloren 1550 support, wat nu dus een resistance is. Je ziet hier ook dat dat een uh, best wel grote high volume nood is. En daarna hebben we weer de 1700 dollar die nu wel redelijk overeenkomt met de trendlijn als die hier begint te bouncen. Mochten we hier doorheen breken, wat ik uh, niet zo snel verwacht, dan zal het best wel bullish zijn. En dan is de kans aannemelijk dat we weer richting de 2k gaan. Want de daily 200 moving average zit daar ook. Dus dit hier is dan ook een sterke resistance. Mochten we verder dalen, dan komt Ethereum in een gap terecht. Tussen ongeveer 1430 en 1280. Er zit hier nog wel een klein supportje, maar vergeleken met de andere supports, zoals deze waar die nu op zit, en de oude Range High Support, stelt de support van 1320 niet zo heel veel voor. Verder zie je dat het handelsvolume best wel is toegenomen, vooral het verkoopvolume na de merch. Alleen dit is wel de FTX, alleen het volume van de FTX exchange en dan de spot markets. Dus het is niet helemaal betrouwbaar en daarom heb ik hier onderin de aggregated spot volume van vrijwel alle grote exchanges. Want als ik hier op het standpuntje klik dan zie je van welke exchanges hij de volume data pakt. En dat is dus Binance, Coinbase, Bitstamp, Kraken, Bitfinex, Gemini. Huobi, ook ze Bitflyer, Bitwimper, FTX en Grayscale. Dus dit, dit volume hier onderin de grafiek is veel betrouwbaarder. En als je dat vergelijkt met uh, het volume van FTX, dan valt dit hier best wel mee. Dus het volume ziet er niet super beers uit zoals uh, FTX dat op dit moment laat zien. Ehm. Um, Stel we dalen en we komen in die gap terecht, dan verwacht ik zelf dat uh, de, range, de oude range high van 12,80 à 12,30 uh, zal dienen als een best wel sterke support. En dat de koers van vieren wel weer redelijk gaat bouncen. Als dat gebeurt, dan moeten we het verloren level, het toekomstige verloren level, als dat natuurlijk gebeurt, van 14,20 in de gaten houden. Want dat zou dan weer het typische level zijn waar de koers bounce en dan weer wordt afgewezen. Verder moeten we de FOMC meeting van volgende week in de gaten houden. Die zal plaatsvinden op 20 en 21 september, op dinsdag en woensdag. Woensdag is de persconferentie en dan worden de rate hikes weer bekendgemaakt. En als we een rate hike van 0,75% krijgen, dan zal dat waarschijnlijk niet zoveel invloed op de markt hebben. Want de meeste mensen die verwachten dat namelijk. Mochten we een rate krijgen van uh, 1,0% of gewoon 1%, 1%, dan is de kans wel weer groot dat de markten uh, een stuk harder zullen dalen. En eerst was dat helemaal niet te sprake, een rate van 1%, van 1%, maar sinds de uitslag van de CPY en dat dat negatief is uitgevallen lijkt het consensus een beetje te verschuiven van 0,75 naar uh, 100. Want eerst was bijna iedereen het mee eens dat we weer een rate hike van 0,75% krijgen. Maar nu is de kans ook een klein beetje toegenomen dat we een rate hike van 1% krijgen. Maar als het goed is ligt het consensus nu ongeveer dat 80% van de mensen denken dat we 0,75% rate hike krijgen en... 20% denkt dat we een retail krijgen van 1%. Dus de kans is nog steeds minimaal. Maar eerst was het helemaal uitgesloten. En nu dus niet meer. En dat, daar moeten we rekening mee houden. Verder uh, krijg ik vandaag de vraag of een retail van 0,50% mogelijk is. Dat zal natuurlijk super bullish zijn. Maar dat lijkt me sterk. Want de Federal Reserve en Biden zelf heeft... Afgelopen weken een meerdere keren aangegeven dat ze waarschijnlijk de rente langer dan verwacht uh, hoog moeten houden en moeten laten stijgen. Dus ik durf bijna te garanderen dat we geen retail krijgen van 0,50%. Dat zou heel onlogisch zijn nu de inflatie weer hoger is uitgevallen dan verwacht. Dat zou gewoon, geen, dat zou gewoon niet logisch zijn. Dus om samen te vatten, Ethereum zit nu op een support, Bitcoin naar het support level. Mocht Ethereum door dit level breken, dan gaan we waarschijnlijk naar een range high tot 12,60, uh, 12,40. En vanaf daar kan de koers bouncen tot 14,20. En dit zal dan als een sterke resistance, uh, dit zal dan een resistance zijn. Mochten we vanaf hier op bounce, dan moeten we letten op 15,50 en ongeveer 1700 dollar. Dan gaan we naar de volgende coin en dat is Ralex. Ralex deed vorige week best wel goed tot de negatieve CPO uitslag, want de koers die brak bijna door de range high. Alleen na de uitslag vond de koers weer te dalen en nu, nu zit hij weer dicht bij de range low helaas. FLUMA was zelfs ook een beetje toegenomen. Uh, maar de koers is dus weer helemaal terug of bijna helemaal terug. Je ziet wel een bullish divergence, want je ziet higher lows bij de RSI en lower lows bij de koers. En mocht de koers een nieuwe low maken en de RSI die daalt niet heel ver, dan is de bullish divergence nog steeds geldig En dan is het dus mogelijk dat, we, dat de koers weer hier vanaf hier begint te bouncen en weer eventueel richting de range high gaat. Verder. Er is niet heel veel te zeggen over Radix, want de koers die beweegt gewoon in, in een trading range. Gaat gewoon zijwaarts, dus we moeten gewoon wachten tot de range breekt naar onder of naar boven. Mocht de range high breken, dan zal dat natuurlijk heel bullish zijn, want. Dit level is wel heel vaak getest en dient elke keer als een zware, uh, zware resistance. En als dat dan lukt, dan moeten we gaan kijken naar ongeveer. 9 cent, uh, ja ongeveer 9 cent, want de 200 daily moving average zit hier ook. Zoals je ziet. Dus breekt het level, dan kunnen we stijgen naar uh, 9 cent als dat niet lukt. Maar de kans is aannemelijk dat het uh, voorlopig nog niet lukt, omdat de markten gewoon berg zijn. Dan wil ik wel één ding laten zien. En dat zijn de total transactions op het netwerk van Radix. Dat ziet er wel erg goed uit. Want ondanks dat uh, de smart nog niet live zijn, zie je wel dat het ecosysteem al aardig actief is. En dat komt. Want heel veel uh, projecten op Radix al verschillende diensten en producten hebben uitgebracht en hebben gelanceerd. En waarvan, uh, waar mensen nu gebruik van maken. Ondanks dat er dus geen smart zijn. En dat is best wel uniek. Want Zover ik weet, is er geen enkele Layer 1-chain uh, geweest die al zo'n ecosysteem heeft voor smart contracten. Natuurlijk zat het ecosysteem, ecosysteem nog niet zo heel veel voor, vergeleken met uh, de echte grotere coins. Maar dat, ze, dat het nu al mogelijk is om verschillende diensten te gebruiken, is wel bullish naar mijn mening. Dan gaan we nu naar de laatste coin, Energy Webchain. Die doet het relatief sterk vergeleken met veel andere altcoins en dat komt doordat er veel vertrouwen is in deze munt sinds de aankondiging van BlackRock dat ze een uh, Bitcoin private fund gaan beginnen voor hun cliënten. En in die aankondiging hadden ze dus ook gezegd dat ze het werk van EWT, oftewel Energy WebChain Chain, uh, nou letterlijk in de gaten houden. Sindsdien is de koers dus flink gestegen en houdt hij redelijk stand. Energy Webchain zit nu zelf rond een support A 380 en 4 dollar. De 200 deling Moving Average zit daar ook in de buurt. Dus voorlopig lijkt het alsof de koers nog high lows maakt. Maar als de, deze support breekt, dan is de kans weer groot dat de koers gaat dalen naar de 310 support. En eventueel zelfs de 2,60 support. Als Bitcoin en Ethereum hun belangrijke levels verliezen. Je ziet ook dat het handelsvolume best wel weer is afgenomen. Na de breakout. Dus dat is ook vaak niet een heel goed teken. Dus mocht Bitcoin en Ethereum uh, niet veel doen of verder dalen. Dan verwacht ik zelf dat, dat EWT verder daalt naar 3,10. Stel, de markt wordt op een of andere manier bullish. Dan is. Het het aannemelijk dat EBT weer het belangrijke level tussen 540 en 470 gaat testen. Als resistance. Dit level is belangrijk omdat dit level heel vaak heeft gediend als support tijdens de boren. Dus stel, het komt hier doorheen als dat enorm bullish zijn.